Ik stond eigenlijk op punt om naar bed te gaan en ik rook een hele scherpe brandlucht, rubberlucht. En ik ben op het balkon gaan kijken en ik zag rookontwikkeling in de straat. Dus ik ben eigenlijk badjas aangetrokken, gauw naar buiten gelopen en niet veel kunnen zien, geen vlammen. En toch maar besloten om de brandweer te bellen. Ja, nou bleken er uiteindelijk nog 3 mensen in het pand aanwezig te zijn. Die zijn er net op tijd uitgekomen, dus misschien heb je nog wel 3 mensenlevens gered. Dat is niet slecht in een nachtje, in een weekendnachtje. Ja, ik blijf er heel nuchter, want ik denk dat iedereen zoiets zou doen op het moment dat hij een brand ontdekt om de brandweer te bellen. En meer kun je toch niet doen. Ja, nou heb je diezelfde badjas nog steeds aan. Kun je niet terug naar huis of wat is er? Nee, de straat is helemaal afgesloten en we wachten eigenlijk op nieuws tot we wel naar ons huis toe mogen. En zo niet? Dan wordt het ergens anders gaan slapen. Jordi Sebrian van de politie, wat is er hier precies gebeurd? Rond 12:00 vannacht is hier een grote brand uitgebroken in het pand achter ons. Dat is uiteindelijk opgeschaald naar een grip 1. Ja, en zoals jullie kunnen zien op de achtergrond is de brandweer druk bezig met blussen. Inmiddels is wel het sein brandmeester gegeven. En dat betekent dat de brand in ieder geval is teruggebracht tot alleen dit pand. En we eigenlijk ook niet meer verwachten dat hij uit gaat slaan. Nou hoorde ik dat er asbest vrijgekomen zou kunnen zijn. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Het lijkt er wel op dat als er asbest is vrijgekomen, dat dat in ieder geval beperkt is gebleven. Dat zich dat alleen verspreid heeft over het terrein van dit pand. Uiteraard moet daar door de gemeente nog nader onderzoek naar worden gedaan. En dat zal morgen gebeuren bij daglicht. Waren er eigenlijk mensen aanwezig in het pand op het moment dat de brand uitbrak? Ja, er zijn 3 mensen uit het pand gekomen. Dan gaat het om 2 mannen en een vrouw, Poolse mensen. Die zijn ongedeerd gebleven, zijn door de politie opgevangen en meegenomen naar het politiebureau. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat zij niet worden verdacht van brandstichting of zo. We zijn echt meegenomen naar het politiebureau om hun verhaal aan te horen. Ja, de brandmeester is inmiddels gegeven. Ik zie af en toe de vlammen nog wel even oplaaien. Zijn de bedrijven eromheen, de panden eromheen, zijn die gered? Ja, het lijkt erop dat de brand zich echt tot het pand zelf heeft beperkt. Het is nog een beetje ingewikkeld wat er precies in zit. Er staan 2 loodsen en daarin lijken auto's te staan. Maar de plek waar de brand is uitgebroken, dat is een soort opslagruimte waar mogelijk de mensen die eruit zijn gekomen ook verbleven. En dat staat te huur op dit moment. En het is echt dat gedeelte wat volledig is afgebrand. De loodsen waar de auto's in stonden, die zijn overeind gebleven. En ook de auto's lijken nagenoeg onbeschadigd. En kunt u iets zeggen over de oorzaak van de brand? Nee, dat is nog veel te vroeg. We zijn op dit moment druk bezig met blussen. Eerst blussen, dan zoeken naar de oorzaak. Wat ik wel alvast kan zeggen is dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het om brandstichting of iets dergelijks zou gaan. En dan heb ik verschillende geluiden opgevangen. 1 dat het illegaal bewoond zou zijn aan de voorzijde van het pand. En niet waar het autoschadebedrijf zat, maar aan de voorkant waar we nu op kijken. Anderzijds dat er een hennepkwekerij zou zitten. Wat kunt u daarover zeggen? Het is eigenlijk nog veel te vroeg om op geruchten in te gaan. Wat ik wel kan zeggen is dat van die hennepkwekerij in ieder geval geen sprake lijkt te zijn. Maar nogmaals, het is wel erg vroeg om dat nu al vast te stellen. Oké, hartstikke bedankt.